Goedenavond, beste kijkers van LOA. In aanloop naar de activiteiten van het 75-jarig bevrijdingsfeest in S in oorlogstijd, houden wij een aantal vraaggesprekken met oudere mensen uit S die daadwerkelijk de oorlog hebben meegemaakt. Vanavond zijn we te gast bij mevrouw Jonaus Liket. En zij wil ons meenemen naar de tijd van voor de oorlog, tijdens de oorlog en na de oorlog. Ik geef graag het woord aan Paul en hij zal het vraaggesprek gaan leiden met mevrouw Naus. Veel luisterplezier. Goed, mevrouw Naus. Ik zal luisteren, ja. Ja, allereerst hartelijk dank dat wij hier mogen zijn inderdaad. Ja. En wat we eigenlijk een beetje proberen te schetsen is de situatie zoals die toen was. Hè? Ja. De Essenaar van nu, de Essenaar die de oorlog niet mee heeft gemaakt, kan zich denk ik niet voorstellen hoe Ezra destijds bij lag. Dus daar gaan we een paar vragen over stellen. Allereerst, uw naam is mevrouw Jonaus Liket. Ja. Uw leeftijd? 95 jaar. 95 jaar. Oftewel, u heeft, wat Bert net zei, toen u was 20 jaar. 17, 24. Ja, juist. Dus in die zin was u 20 jaar ongeveer toen de oorlog voorbij was. En u heeft echt de oorlog volledig meegemaakt. Waar woonde u toen? Toen de oorlog uitbrak en gaande was? Toen de oorlog uitbrak, woonde ik tegenover die oude school. Hier op de hoek woonde burgemeester Arnolds en dan het derde huis, naast Minaspoor, zeg maar. Dat is waar nu de familie Vergouwen woont, geloof ik. De familie Vergouwen woont daar nu? Nee. Op de Leunensdijk. Op de Leunensdijk. Nee, het is het derde huis van de hoek af. Het derde. Hier was Arnolds, Minaspoor vroeger en dan zaten wij hier op dat hoekje van de straatje. Ah, van dat straatje, dat ging naar het oude gemeenschapshuis, zeg maar. Ja, ja. Dat was dat we aan de andere kant van de Kee Timmers, die is zo'n hoge. Daar woonden we toen, ja. Nou, en de volgende vraag sluit er een beetje op aan. Van hoe zag S er in de oorlogstijd uit? Hè? Hoeveel inwoners had het? Waren het verharde wegen, onverharde wegen? Was er straatverlichting of niet? Die inwoners, de hoeveelheid, dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan ik, het is ooit geweest 2000, maar in die tijd niet, nog geen 1200, denk ik. Dat weet ik niet. Maar, dat was, maar de wegen die kan ik me nog helemaal goed indenken. De verlichting en alles. Alles, dat weet ik nog heel goed. Dat was niet veel als karrenspoor. Echt karrensporen, ja. En in Dorpstraat waren kinderkopjes. Ja. Tot de hoek toe, tot het eind toe. En anders was het een boksel, was dan een karrenspoor. Karrenspoor, onverharde wegen. Geen harde wegen. Ja, onverharde wegen inderdaad. Dus eigenlijk zo'n beetje zoals de Koningsweg nu is. Zoals de pikkensteek als je doorheen rijdt, omringd wordt het zandpad. Een beetje dat idee. Grind, zand, karrensporen. Nee, gewoon, het is allemaal ander zand. Allemaal zandwegen, ja, juist. Gewoon heel dorp, alleen dorp was kinderkopjes. Ja. Of en dan naar Boeksel, de Rundsdijk, allemaal zand. En dan stonden maar die paaltjes en dan lag er een hoopje zand tussenin. De kinderen aan het springen van het een naar het ander. Ja. En zo was het overal, er was naar Haren toe. En er was, heel de straat in S. Ja. En naar Boeksel, dat was ook allemaal hetzelfde, allemaal zand, allemaal karrenspoor. Ja. Dus als ik dat samenvat, zo mooi zoals het er nu bij ligt, was het toen allerminst. Onverharde wegen, weinig straatverlichting en dat was zeg maar hoe Ezra destijds uitzag. Er waren drie straatlantaars, dat deed Willemke van Nesten, moest die vrouw s'avonds met een ladder erbij klimmen en dan aansteken. Oké, gewoon een soort van olielamp als het ware. Ja, dat was olie denk ik, dat weet ik niet. Ja. En Jo, hadden jullie een groot gezin of had je veel broers of zussen? Wij waren we 9 kinderen. 9 kinderen, oké. Okay. En, jouw vader was werkzaam in? Ja, die was aannemer
vroeger. Mm-hmm. Toen is het 33 gekomen en toen was het natuurlijk was het helemaal niks. Was crisis, ja. Heel veel armoede hebben we gehad. Ja. Ja. Toen hadden we heel arm, toen waren we heel rijk van zoveel knecht. Maar toen was dat, was daar mooi troef, maar er was niks, er was geen werk. Onze Fransen toen waren we groter. En die konden ook, die konden wel werken, maar er was geen werk. En zijn vader was niet, ooit gingen ze weer drie heel de week weg werken. En dan kwamen ze zaterdags thuis en hadden ze alle drie een tientje. Want die man was verwerkt en die was ook failliet. Het was allemaal in padnat. Ja, gewoon een tientje per week, dat was toen het loon voor de beeldvorming, ja. Ja, maar dan waren ze met drie grote mannen. Drie grote mannen, 10 euro. En, moesten wij gulden. En wij hadden huis samen met 9 kinderen. Ja. Dus dan moeten we kijken, ja, dat is moeder meegemaakt. Ja. Daar kan ik me nog, daar kunnen wij zo niet in denken. Nee, ze zijn nou al miljonair. Ja, goed. Dan komt de periode, breekt aan richting de oorlog. Hè. De crisis van 33 hebben we net gehoord, maar uiteindelijk ga je richting de oorlog. En de vraag die wij hierin willen stellen is van, hoe was de berichtgeving naar de oorlog toe? Hadden jullie als Essenaren, dus in NS in de gaten, dat Nederland uiteindelijk ook in de oorlog zou komen met Duitsland? Was daar iets van bekend? Tuurlijk wel, ja, dat wisten ze wel. Maar het was, wij zijn niet geëvacueerd. Hier in NS is niet zo hard gevochten, want wij konden bij ons vaders moeder in boven het slaapkamerraam, konden wij bijna tot de ketting wegkijken. Dus wij, daar zijn ze allemaal aangekomen van die kant. Allemaal het Schijndel en Gersel. Daar is begonnen en die zijn zo over de S weg zijn naar S gekomen. Ja. Toen zijn ze S binnengevallen, ja, dat was een sensatie. Ze stonden kijken natuurlijk, want die deden toch niks, die schoten niet. En toen zijn ze bij ons thuis, hebben dan meteen de vuurkamer gepakt. Die grote mannen, die Duitsers, die bazen, dat was een soort kantoor, onze vuurkamer. Mee. Dus van jullie huis werd het? Werd van ons huis, de vuurkamer. De voorkamer werd. En de gang, alles was van hun. Eigenlijk, werd niet gevraagd, werd... Nee, niks. Zo. Nee, hier komen wij, dit komen wij in nemen. Oké. Okay. Ja, dan konden ze binnen en dan moesten al die soldaten komen, want dat was een groot bureau, hè. Dat waren grote mannen die daar zaten. En ja, dan zijn ze eigenlijk... Toen is het zachtjes aan, maar ze hebben in S niet zo geschoten, hè. Niet, en dat is pas wel later gekomen, want het kwam eigenlijk al van Schijndel af, van Schersel aan die kant. Het eigenlijk is in stilte, ja, ja, werd S ingenomen, zeg maar. Wij zijn ook niet geëvacueerd, wij hebben allemaal zelf schuilkelders gemaakt. Dus, want veel mensen zijn geëvacueerd, maar wij niet, wij hebben zelf allemaal schuilkelders gemaakt. En de schuilkelders die maken jullie buiten of buiten, ja, in de tuin? In de tuin, ja, ja. Heel groot gat, ja. Oké. Okay. En wij hadden een ijzeren plaat erop liggen. Maar we zaten toch met mannen 6, 7 in altijd. En we dekens erin, we kussens erin. En dan bleven we dagen zitten. Ja. Dus jullie wisten wel van ja, Nederland is een oorlog. Ja, wij moesten, en het werd allemaal, toen was alles weer donker. Je mocht niks, geen licht mag buiten stralen. Dus je kon niks als daar blijven zitten. En als het dan heel stil was, dan ging onze moeder wel eens een bakje gaan met aardappelen schillen in de schuilkelder. En dan, ja, was het even dat het stil was, want het had nog tijd om eten gaan te koken of iets, dat kon niet. Dat was trouwens toch niet veel, maar ook niet. En toen hebben ze die dingen op de rand van de schuilkelder gezet. En toen zaten daar de kogelgaten in die bak mee aan. Zo. Dus ze hadden net op tijd weggezet. Ja, en zo is dat, ja. Is daar gebleven, die Duitsers liepen bij ons overal rond, binnen en buiten. En ja, op andere plekken waren ze ook wel ingekwartierd, maar bij ons zaten die grote bazen en daar moest iedereen komen. Ja, maar betekent ook, hadden de Duitsers dan helemaal geen fatsoen? Hè? Deze echt wat ze zelf wilden en werd niet naar de Essenaren gekeken? Ja, nou, ze zullen wel van die grote mannen zoals op de Donner gaat, dat was iets fout tegen, maar ja, dat kun je toch allemaal niet bijhouden, kun je toch allemaal niet zien. Maar nee, die stond al bij ons met de knijnenkooi in de rook in de blaas. Met de knijntjes. En toen, ik zeg een keer tegen die Duitser, ik zeg, die Joden zijn toch ook mensen? Ja, een vlooi is ook een dier, zit hij. Een vlooi is ook een dier, zo vergeleek hij de Joden. Ja, dat is wel heel hij denkt, ja, toch allemaal hetzelfde. Ja. Nee, dat was niet leuk. Maar ja, ik kon er niet veel tegen zeggen. Dat moest. Nee. Maar toen was het allemaal verduistering. Het was allemaal... En toen zouden wel eens soldaten op en neer lopen. En als ze, in de school was dat ook helemaal vol. Dat was die oude school. Ja, ja. En als het s'avonds feest was, of er werd gedronken, dan wisten ze dat ze een andere dag naar het front moesten. Okay. Want dan hadden ze s'avonds... Ja, dat was een genoeg kikkertje, ja. Omdat ze dan een andere dag...
Ik heb nog één vraag over dat verduisteren. Dat verduisteren moest van de Duitsers. Welk? Het donker, ja, dat is puur om bombardementen te voorkomen? Of? Nee, wij mogen niet zien. Wij mogen niet zien wat er buiten gebeurde. Oh, niet zien, oké. Okay. Het was allemaal zwart. Ja. Maar er mocht geen gaatje in de plastic zitten. Ja. En namen de Duitsers ook heel veel spullen in beslag van jullie? Dat ze dingen meenamen? Toen moesten ze, in het begin moesten ze allemaal de schop inleveren. En ook de mannen die thuis, die flink waren, moesten mee gaan spitten. Die moesten allemaal die loopgraven maken. Dat hebben ze dan allemaal gedaan dan bij in Dochelen, denk ik, of in Dochelen. Dat Henk van Oorschot, van SAF, want er stond nog niks of in land. Ja, dat waren allemaal van die verdedigingslinies maken. Ja, daar moesten de mensen mee helpen en de soldaten moesten dat doen. Dus alles schoppen en fietsen en weg. Allemaal mee. Ja, werd niet gevraagd inleveren. Nee. En jullie mochten ook geen radio's hebben? Nee. Dus er was eigenlijk qua nieuws? Nee. Ja, maar eigenlijk hier of daar hadden ze wel een geheime zender die heel dicht verstopt zat. Ja. En dan hoorde dat van heel de buurt, dan iemand dan die iets wist, dan werd dat verteld. Oh. Maar het mocht niet. Nee, dat mocht helemaal niet. Nee. En die waren ook Polen, ja, dat was wel zijn grapje, die Polen, want die waren niet zo enthousiast. En dus is die ene zei ooit, de Duitse Weermacht gaat emmer voorwaarts zitten en dan zet je zijn petje achterover. Achterover, En zo, dat maakte wel eens mee, maar ja, dat was een enkele keer, want die durfden ook niks. Ja. Want in de oorlog hebben ze ook de klokken van de toren, van de kerk hebben ze meegenomen. Ja. Heb je dat ook meegemaakt? Ben je toen ook gaan kijken? Of? Ja, dat heb ik niet. Ik kan niet zeggen dat ik dat gezien heb zelf, maar ik weet wel dat ze... Ja, dus die hebben ze toen meegenomen, hè? Die, mm-hmm. En orgelen hoort er ook uit de kerk. Dat weet ik niet, dat zou kunnen. Dat weet ik ook. Ja. Goed, dan hebben we de beperkingen hebben we het eigenlijk een beetje over gehad. Hè? De Duitsers maakten de dienst uit. Die maakten de dienst uit. Ja, maar de orde van de dag ging enigszins door, zo goed als het kon. Maar uiteindelijk waren het de Duitsers die bepaalden wat hier... Ja, en dan degene die bekwaam waren. Mijn broer die is naar de... Die moest gaan werken bij Philips. Want op laatst kwam die VN, die Young-dinger. Ja. En die had zijn keus mee moeten maken bij Philips. Dan moest je naar Philips. Ja. Maar dat duurde te lang, want daar hebben ze een half jaar gezeten. En toen wisten ze voor de veur van die VN's. Ja. En toen is hij naar het kamp gebracht. Heeft hij in Buchenwald gezeten, anderhalf jaar. Zo. Okay. Ja, dat heb ik nou. Maar omdat hij te veel wist, moest hij weg. Dat werd eigenlijk... Ja, dat was... Ze wisten te veel van de fabriek, dat was aan Philips, en dan mocht je niet weten, was naar Duitsland, was in het kamp. De Duitse conferade werd hij maar weggegeven. En toen zei ze dat ze daar dat werk moesten gaan doen, maar ja, dat was niet lang, man. Het is gewoon een kamp, ze hebben gewoon een kamp gezeten. Ja, maar gelukkig teruggekomen. Ja, heel gelukkig, ik heb een heel stuk, ik heb er een hele krant ervan, die ik gisteren nog zitten lezen trouwens, maar heel gelukkig, maar want... Nee, hij had er anderhalf jaar gezeten. Zo. Want hij was jaar 17, denk ik. Mm-hmm. En het eerste bericht dat wij kregen, dat was... Stuur mij handdoeken en zeep en bid voor mij. Ja. Een jongen van 17 jaar, dan ben je toch wijd weg. Ja, hij had heel veel meegemaakt. Ja, want dat is ook iets van ja... Je zit onder de Duitse overheersing. Dat is ook een van de angstige momenten, denk ik, voor jullie die je meegemaakt hebt. Zijn er nog... Ja, we hebben anderhalf jaar in ons keestal gezeten. Wij zijn, en als ze dat dan schrijven, ik ben met mijn moeder iedere week naar Den Bosch, naar die Paterskerk gereden op de fiets. Iedere dinsdag gingen wij er naartoe. We zijn en dan op les, een tijdje later hingen allemaal platen bij de ziekenhuizen. Als ze gebonden waren, als die daar lagen, dan konden we gewoon kijken. En dus ben ik met mijn vriend, ik was nog niet getrouwd, maar die was meestal bij ons. Zijn we naar Tilburg geweest naar het ziekenhuis, al die lijsten afgekeken, naar Den Bosch geweest naar het ziekenhuis, naar Tilburg, overal naartoe, naar Eindhoven. Ja. Maar nee, niks. Nee. Goed, en Bert heeft aan, dat was een angstig moment, hè? Een angstig moment van anderhalf jaar. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar zijn er ook momenten in S geweest die jou echt... angstig waren, bombardementen, misschien al de bevrijdingen, dat er gevochten werd? Of zijn er echt momenten geweest dat je dacht van... Ja, het is gevochten, is er niet... Dat is hier niet zoveel, maar ze zijn over de Dommel gegaan en toen...
En daar bleven ze liggen. Toen is lang onder het vuur gezeten, omdat ze over de Dommel. Ja, dat was tijdens bij de bevrijding, hè? Ja, eind oktober. Ja, dat was ja. Ja, bij de bevrijding, eigenlijk stond te vuren, ja. En toen, want dan zaten ze op Bukenhorst en ze konden niet over de Dommel, dus ze konden allemaal schieten van daaruit. Want toen zijn wij uit de schuilkelder gegaan. En mijn vriend die was ook steeds bij ons geweest gebleven, want dat was rustig denk ik als Oostenrijk. Maar toen is hij meteen, toen een Engelse, of een Canadees, een Engelse zag, is hij meteen bij ons aan de ladder gevallen. En die is die platen allemaal afgescheurd, die reclameplaten, bij ons op het marktveld. En dat waren reclameplaten van Duitse, ja. En toen zei die Canadezen zei allemaal, kijk toch uit en doe niet aan. Het is levensgevaarlijk, want ze zitten op Bukenhorst te schieten. En die konden dus ook. Dus dat was... ik heb trouwens een mooie plaat ervan. Oh. Nou, eens kijken we straks even dan. Kun je die eentje pakken? Even straks laten zien, want die stond in Engeland in de krant. Deze? Nee, de andere. De Temmers, ja. Die stond in Engeland in de krant. En onze keus was in Engeland geweest. En toen... Oh, en toen City, die heb ik heb die foto in Engeland. Oh, dat was een groot propagandabord van de Duitsers. Oh, ja, dat was, dat stond hier op de markt. Dit is een foto van de Essenmarkt. Net nadat de Duitsers uit Essen weg waren. Komt eruit. Kom maar eens. Zal ik je even helpen? Dat is het. Nee, het ging heel makkelijk. Want ja, wacht hier eens zien. Ja, die hebben wij hier gemaakt. En toen kwam er zo'n Piet in. En dit is jouw? Dit is jouw broer. Nee, mijn vriend. Jouw vriend. En dit is dan Hitler die afgebeeld wordt. En dat zijn allemaal Duitse... pamfletten. Pamfletten, propaganda. En hij heeft bij ons thuis aan deel gehad. Dat was niet zo ver weg. Ja. En die stond daar. Op het Marktplein stond dit. Ja. Op het Marktplein, ja. En toen zei ze allemaal, doe toch niet, want het is levensgevaarlijk. Want ze staan in Bukenhorst staan te schieten. En ik ben er ook uitgegaan, dat weet ik wel, uit de schuilkelder. Want ja, ik woon daar ook niet over de hei. En toen, bij Wim Koning stond een hele grote wagen. Ook van de Engelsen, ja, van de Engelse man. En toen ging ik naartoe. En toen riep en liggen, schoen zo'n Bukenhorst. En hij stond daar en ik stond aan die dingen. Toen zijn we naar de rand van mijn huis gegaan weer. En toen het nog lang geduurd, Bukenhorst lang geschoten. Ja, dus het nog gevaarlijk was. Dus als je het eigenlijk samenvat, hè, u gaf aan van in het begin, er is eigenlijk niet, S heeft niet echt in de frontlinie gezeten waar echt gevocht is. Maar aan de andere kant, de Duitsers zijn richting Haren over de Dommel of S-stroom vertrokken. De Engelsen zaten hier. En omdat dat de Engelsen niet verder konden, zaten de Duitsers onder andere in Bukenhorst. En die hebben eigenlijk continu beschoten vanuit daar. Ja, dat heeft toch wel enkele dagen geduurd. Ja. Ja, en wij niet bevrijd waren. Nee, en dan, uw vriend was toch, die wilde toch ook iets doen. Zo'n soort van haat tegen de Duitsers was er. Ja, dus eigenlijk, terwijl er nog geschoten werd, ging er al uit. Die was heel erg dat tegen. Ja. Zo, dat is toch... Ja. Dus S heeft wel degelijk in die zin En toen kwam Jan, zijn keuze kwam in... In het museum in Londen was je toevallig op vakantie. Hallo. En toen zag je die plaat, ja, die stond in de krant. In de krant stond ook. Ja. Oh, mooi. Want dan hebben we het al over de bevrijding. Maar wisten jullie dat de bevrijding op komst was? Want in juni was D-Day in Normandië. En dan is eind oktober pas bevrijd. In die tussentijd kregen jullie toen informatie van... de Engelsen zijn geland, de Amerikanen, de geallieerden zijn geland. Nee, maar dat duurde wel lang, want ze hoopten steeds. Ze kwamen allemaal van best af, van die kant, dan bleef het. Er kwamen wel berichten, of via. Ja, want, dan hoorden wij dan, ze zijn zover, maar dat heeft nog wel even geduurd voor zijn S waren. En toen in S hebben ze dan ook even onthoud. Ja, toen waren ze, Bukenhorst nog, daar konden ze nog niet, ze konden niet over de Dommel. Mm-hmm. Dat was... En heb je dat meegemaakt? Ja, dit in ieder geval meegemaakt, maar jullie zaten in de schuilkelder, neem ik aan. Ja, tijdens die gevechten. En daar zit je dus ook, er zijn ook angstige momenten natuurlijk, van wat gaat er gebeuren en hoe gaat het verder? Je hebt dat helemaal meegemaakt, niet dan al donker en dan zou die jankende dingen overkomen. En onze Kees moest je meemaken en die is toen nog aan het overplaatsen. Dat was helemaal het ergste dat hij in het kamp zat. Dat is zeker. Ja. Want dat was ook...
Als ik die foto bekijk, hè, dan eigenlijk zou je kunnen zeggen, haat tegen de Duitsers, er moest iets gebeuren, iedereen droeg zijn steentje bij. Klein beetje ondeugend, laten we het zo maar even noemen. Ja. En mijn vraag is nu, was er ook sprake van stil verzet in Essen tijdens de oorlog? Hè? Kijk, iedereen had een haat tegen de Duitsers, geeft u aan. Maar was er ook een stil verzet, sabotage? Niet veel, want ja, er was meer onderhouden. En daar zijn er wel gesneuveld ook, die dan in de comité, ja, in die dingen zaten. Maar ik weet niet, er zelf dingen gehad had van niet echt stil. Verzetstrijders, dat geloof ik niet. Nee. Mijn haren waren wel veel, maar die zijn... Ja, we weten van de Campina Airborne's, hè, met Marines Verhagen ook een verzetstrijder, ja, in die zin. Ja. Dus, maar echt een actieve kern in S was het dus niet. Maar goed, iedereen dit droeg destijds ook bij. Goed, dan gaan we op een gegeven moment de bevrijding. En toen de Engelsen er echt kwamen, was het toen echt een opluchting. Hoe werden die mannen ontvangen? Oh, buitengewoon. Eigenlijk bij sommigen veel te goed. Er zijn twee kindjes geboren. Ja, ja. 9 maanden later was hier babyboom. 9 maanden later na de bevrijding. Ja. Nee, maar er waren bij ons zijn te veel Canadezen. Oh ja, toen, ja, de Duitsers waren allemaal weg. Ja, ja. Die kwamen bij ons weer gepakt. Weer iemand, maar daar hebben ze gewoon de keuken gemaakt. En dat was voor ons wel goed, want die hadden altijd wel eten over. En wie zaten er toen in de voorkamer? Canadezen of Britten of Engelsen? Canadezen hebben we gezeten. Ja. Ja, Engelsen ook, maar ook meest Canadezen. Maar die hebben bij onze keuken gehad. Ook achter, die hadden achter in de keuken. Wij hadden een groot huis nog gehad. Ja. En ze hadden een hele keuken gemaakt. Mm-hmm. Het zag eruit naar de hand, het allemaal roet en dingen. Maar dat gaf niks, maar wij hadden dat eten. Ja, we moeten eten, ja. Tenminste, wat ze over hadden. Ja, maar we waren al blij mee, want het gaat geen pest. Ja, ja. Gaat niks. Nee. Ik weet dat we ooit met ergens... rog gehaald dan of gekocht of gekregen. En ze hadden met zo'n koffiemiddel tussen knieën en zo. Om te malen, ja. Om pap te kopen. Dat was eigenlijk heel slecht geweest zo. Want dan is het, S bevrijd, een grote opluchting natuurlijk, en, maar dan gaat het verder. Hè? Je zegt dat toen werd onze voorkamer weer eigenlijk bezet tussen aanhalingstekens door de Canadezen. Maar dan krijg je een stukje wederopbouw naar de Tweede Wereldoorlog. Dat was ook het dan van jongens, vergeet alles maar en... Maar die Canadezen, dat was heel leuk. Daar hebben we heel veel mee gepraat en gedaan en foto's gemaakt. Okay. Ik heb mijn foto's dat ik mijn Canadezen pak en alles. En die hebben met een vriend allemaal gemaakt en dat vond je ook leuk. Nog contact dan overgehouden of niet? Naar de rand nog met die Canadezen? Nee, dat had ik wel mogen. Ben je naar Canada geweest misschien? Nee, ik heb maar... Kan nog. Terug in of je nog contacten met die Canadezen of je ooit in Canada zijn geweest? Nee, wij zijn nooit geweest. Maar ik heb maar één, was ook bij die... praten we ons goed en dit heb ik wel eens een brief naar geschreven, weet het niet. Dat waren heel lieve mensen, die zaten ook al met haar gezin en die wilden ook praat hebben. Ja. En dan hebben we, mijn vriend en ik hebben dan heel veel met die Canadezen gedaan en een beetje Engels geleerd. En yes, no, en freedom. Ja. Goed, maar wederopbouw, vroeg Bert net, was S echt kapotgeschoten en moest het helemaal... Ja, er waren veel dingen kapotgeschoten. Och, dan moet ik nog denken aan Kate Timmers, kent die nog? Naam komt wel bekend voor, maar... Die in de oude huishoudster van Kees Timmers, die woonde naast ons, naast het stratje. En die, ons vader was dan in de wederopbouw, en moest dan overal werken. En toen komt die, als hij het licht aan die ik toch. Maar dan komt Kay bij de burgemeester. Oh, burgemeester, ik heb een voltreffer gehad. Hij zei, de 20 jaar eerder moet hebben. Dat is vader die nooit vergeten. Ik zei, dat is vader niet dan. Ja. Maar dat kan ook goed, want dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik niet. Maar goed, uiteindelijk is het normale leventje. Hè? Na heel veel jaren na de oorlog is het een beetje weer... maar dat is toch wel een hele tijd geduurd. Echt een open wond die langzaamaan... Ja. Oké. Maar dan denk ik dat we aan de laatste vraag toe zijn. We hebben al heel veel gehoord, heel veel moois gehoord. Onze kijkers, ik denk 95% van de kijkers heeft niks met de oorlog te maken gehad, misschien wel meer. En oftewel is jeugdig, heeft nooit oorlog meegemaakt. En onze laatste vraag is van, wat is de algemene les of levenservaring die u mee wilt geven aan de kijkers thuis? En vooral aan de jongeren, die zomaar, vrijheid is zomaar heel gewoon, terwijl het eigenlijk een heel duur goed is. Maar wat is nou een ervaring, een levenservaring die u uit wil spreken aan onze kijker?
Ja, dat is heel moeilijk, want in levenservaring vind ik niks erger dan die concentratiekampen en die Joden. En dat vind ik verschrikkelijk, ik kan dat nou niet meer zien, ik ga nog niet in haren kijken naar die dingen. Voor geen geld. Nee. Ik weet dat ze daar hebben moeten graven. En dan moesten ze daar staan, dan schoot ze niet. En dan lag ze haar eigen graf gegraven, bij wijze van spreken. En daar zit me al dwars, ik kan in die kampen, daar kan ik niet komen. Nee, nee. En zeker mijn broer had er gezeten. En die zijn aan de rand zelf nog wel eens geweest in die kampen. Maar daar weet ik dan, ja, we moeten nou zeggen dat je meegekregen hebt. Ja, maar heb lief. Dat is een heel belangrijk iets, denk ik. Hè? Accepteer elkaar, heb elkaar lief. Ja, ja. En de vrijheid is een heel duur goed, nogmaals. Ja. Uiteindelijk hebben de Canadezen, Engelsen, hè, de geallieerden het ondergronds verzet hebben gezorgd voor onze vrijheid. Ja, dus het voornaamste is dat mensen het allemaal goed met elkaar inzenden, dat het allemaal goed gaat. Hè? Dat is het voornaamste. Dat is een eerste vereiste. Het is zoveel verschil allemaal. Hè? Ja. En dat wordt wel een beetje minder, want vroeger was de ene die dacht dat hij meer was dan een andere, maar dat gaat nou wel een beetje weg. Hè? Ja. Gelijkheid, hè? Iedereen is gelijk in die zin. En hè? We leven met veel mensen op één planeet, maar ben zuinig op die planeet en ben zuinig op elkaar. Ja. Ja, ik denk dat een heel mooie afsluiting is, Paul. En ja, Jo, mevrouw Nauwens, we willen jou heel hartelijk danken dat je ons deelgenoot hebt willen maken van jouw verhaal. Maar... We hebben weer een heleboel nieuwe dingen gehoord over S die wij ook niet wisten. Ja, maar je mag toch nog wat meer weten. Ik weet nog meer van S. Weet je nog meer van S? Ja, anders. Het overal, ja, ik zeg net, overal was zand weg en alles. Ja. Een hele kwaliteit is het geweest. Er waren niet veel mensen, niet veel gezinnen, maar wel grote. Ja. En ja, hoe was het allemaal? De oorlog, toen de crisistijd was heel erg. Dat was heel erg voor veel mensen, voor de grote gezinnen. Ja, voor ons ook. Ons vader was 4 toen. Toen is hij gegaan, heeft hij nog in de winkel elkaar een vraag voor gewonden. Ja. Hij heeft in de winkel gezeten. Hij denkt, dan kan ik dat weer een beetje opbrengen. Dat was net allemaal verkeerd. Ja. Want de mensen hadden geen geld en ze kwamen allemaal op de pof. Ja, op de pof. Ja. Dus we waren helemaal, daar hebben we een paar jaar gezeten trouwens. Toen zijn we in het huis gekomen bij Mina Spoor. Dat was wel de... Maar we vertellen dadelijk even verder, want we willen even afsluiten voor de kijkers. Zeg nogmaals heel hartelijk dank voor jouw prachtige verhalen. Een heleboel nieuwe informatie voor ons. En ik denk dat het zeker een meerwaarde heeft voor 75 jaar bevrijding en S in oorlogstijd. Ja, ja. Dus nogmaals namens ons comité heel hartelijk dank. En misschien komen we nog wel eens een keer om nog wat meer verhalen te beluisteren graag van jou. Gedaan, ja, ik... En voor de kijkers, graag tot een volgende keer. En hartelijk bedankt voor het kijken en tot ziens. Ja, tot de volgende keer.